Hallo, ik ben Fred Truijen en vandaag zou ik het even willen hebben over Zotero, meer bepaald de nieuwste versie die nu online staat. Zotero vind je op zotero.org en het is eigenlijk een screen grabber software die vanop webpagina's bibliografische informatie kan schrapen. Dus je kan dit gebruiken om je referenties, je bibliografische referenties die je tegenkomt in bibliografische databanken, in digitale bibliotheken of gewoon op een webpagina online, om die meteen op te slaan in een databank. En Zotero gebruikt een MySQL databank eigenlijk in de achtergrond. Het is een professioneel databankje, dus het heeft geen enkele zin dat je zelf zou databanken ontwerpen om je bibliografische referenties te organiseren. Zotero is een client software die je moet installeren op je pc. En je kan dat doen hier via die download now. En dan ga je zien dat je de laatste versie voor Windows kan installeren. Maar ook versies voor macOS en Linux. Naast het installeren van de client ga je ook een connector installeren die er dan voor zorgt dat je vanuit je browser Zotero kan bereiken. Ik heb de client hier geïnstalleerd en dat ziet er dan zo uit. Hier heb ik mijn bibliotheek al met heel wat referenties die ik uiteindelijk vanuit het web en de digitale bibliotheek heb geplukt. Maar vooraleer de client installeren, is het wel nuttig om bij Zotero jezelf te registreren, een account te maken. En dan kan je inloggen. En het grote voordeel daarvan is dan dat je ook online van eender waar, zonder client, aan de bibliotheek die je hebt samengesteld aan kunt. En zo kan je ook tussen verschillende pc's je Zotero databank makkelijk gaan uitwisselen. Ik ga heel even in deze video kort de essentie tonen van Zotero in enkele schermen. En dan kunnen we in andere video's wat nader ingaan op de verschillende functionaliteiten en ook op wat nieuw is in de laatste versie van Zotero. Maar om even aan te geven hoe het normaal werkt. Stel dat ik hier in de bibliotheek KU Leuven wat opzoek werk ga doen in de digitale catalogus LIMO. En ik wil rond informatiewetenschap wat informatie opzoeken. Nu, de databank die KU Leuven hier gebruikt, gebaseerd op Primo, die interface is bekend voor Zotero en dat zie ik meteen nadat ik Zotero, de client en de connector heb geïnstalleerd, zie ik hier dat ik een knop krijg Save to Zotero. Met andere woorden, Zotero heeft eigenlijk ontdekt dat er bibliografische referenties op deze webpagina staan en laat me eigenlijk toe om die te gaan excerperen. Nu, vooraleer dat te doen, ga ik hier in mijn databank, misschien, ik heb hier mijn hele bibliotheek, en als ik nieuwe records ga schrapen, dan komen die allemaal in mijn grote centrale bibliotheek. Maar het is natuurlijk beter dat ik dat wat organiseer, dus ik ga hier een kleine map bijmaken. Informatiewetenschap misschien. Zodanig dat de records die ik nu ga downloaden ook meteen zichtbaar zijn in dit mapje. Die steken allemaal in mijn bibliotheek ook, maar ik ga er dan meteen dit label informatiewetenschap aan kunnen toevoegen. Dus dat doe ik hier een beetje vooraf voor de duidelijkheid. Ik kan dat ook achteraf doen uiteraard, maar gezien ik al heel veel records in de databank heb, zou ik dan die records moeten gaan terugvinden. Nu, door op dit foldertje te klikken, ga ik eigenlijk kunnen opslaan in Zotero.
En ik neem hier de titels die mij aanspreken. We gaan misschien enkele titels hier opnemen. En we doen oké. En u ziet hier dat die titels worden opgeslagen. Nu, deze databank bevat geen full text. Dat betekent dat Zotero natuurlijk alleen de metadata, de bibliografische referentie, kan opslaan. Laten we eens even kijken in mijn Zotero. En nu zie ik hier dat die titels zijn opgenomen. De titel, de auteur, de samenvatting, jaar, ISBN-nummer, dat wordt allemaal overgenomen. Uit de databank van de bibliotheek worden ook de rubrieken overgenomen. Ik kan dat hier zien voor die verschillende titels die we hier hebben. En ik kan hier ook makkelijk aantekeningen aan gaan toevoegen. Dan krijg ik een soort Word-document, daar kan ik mijn notities gaan toevoegen. Je kan dat ook, dit venster, uitzoomen, zodanig dat je echt een soort tekstverwerker hebt, eigenlijk, om je notities te maken. Dus heel flexibel. En ik kan ook records aan elkaar gaan relateren. Nu, zo werkt dat heel eenvoudig om mijn referenties op te slaan. Ik kan hetzelfde doen met een webpagina als ik wil. Ik kan een referentie naar een webpagina ook in Zotero als een notitie. En bijvoorbeeld, wanneer ik naar een webpagina ga die me interesseert, ik stel voor hier Information Science, en ik wil die toevoegen aan mijn Zotero, dan kan ik dat ook doen. Je ziet hier Save to Zotero, Wikipedia-referentie, we gaan dat even ook doen. En dan neemt hij een snapshot van die pagina. Wanneer we dan terug in onze databank komen, dan zien we hier dat een samenvatting is opgenomen met de datum, met de bron erbij van dit artikel. Nu, eenmaal dat we dit hebben, kunnen we, en dat is de uiteindelijke bedoeling van Zotero, dat gaan die databank gaan bevragen, gebruiken, daarin gaan opzoeken. Maar we kunnen uiteindelijk ook een bibliografische lijst genereren. En dat is het laatste wat ik hier nu even in deze video snel wil tonen. Ik kan een aantal titels selecteren en dan een bibliografie aanmaken. Ik ga een bepaalde uitvoerstijl voor die bibliografie kiezen. Ik kies hier nu voor de Chicago Manual of Style. En ik ga het kopiëren naar het klembord. En als we nu een tekstverwerkersvenster openen en we plakken uit het klembord hier met de opmaker bij, dan krijgen we deze records te zien in de Chicago-stijl. Je kan die stijlen gaan wisselen, je kan die veranderen. En wat ook mogelijk is, is dat je uit je databank rechtstreeks een citatie in je document opneemt, maar dat is voor een volgende video.